We hebben in augustus een heel vervelend incident op de Mexico-dreef gehad. Waar een 93-jarige meneer het slachtoffer is van een beroving en een aanranding. We zijn begin oktober hier geweest om een oproep te doen aan de bewoners van Overvecht. Om samen te werken bij het opsporen van de verdachte hiervan. Omdat het een zeer ernstig misdrijf is. En heel veel onrust onder de bewoners veroorzaakte. We hebben toen ook toegezegd dat als er nieuws was, dat we wederom bij elkaar zouden komen. Nou, dat nieuws is er sinds de aanhouding van verdachten in deze zaak. En de raadkamer van de rechtbank deze verdachte inmiddels 90 dagen in bewaring heeft gesteld. Er is een 100% match op het DNA-profiel. Dus hoogstwaarschijnlijk hebben wij de goede verdachte van deze ergerlijke zaak. En dat was de belofte aan de bewoners, dus die komen we na. Wat heeft het bericht van deze bijzondere, akelige zaak met u gedaan? Ik ben er heel erg van geschrokken. Ik heb het achteraf pas gehoord, want ik was op vakantie. Maar ik denk van, nou, ik ben er heel erg van geschrokken. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat gebeurd is. En ik ben blij ook dat het daar heel snel is gepakt. Maar ja, het is nog niet zeker. De rechter heeft me nog niet veroordeeld. Maar goed, we houden onze ogen en oren open. En iedereen doet wat hij kan. En hopen dat het nooit meer gebeurt. Dit is de tweede bijeenkomst, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We hebben op 27 september een bijeenkomst voor de bewoners van deze omgeving georganiseerd. Om ze te informeren over het incident dat plaats heeft gevonden aan de Mexico-dreef. Dit is de terugkombijeenkomst. Hoe reageren bewoners vandaag? Ja, bewoners zijn erg opgelucht over de informatie die zij krijgen van de politie. Want er is een dader aangehouden. En het ziet er ook naar uit dat deze dader voor een lange tijd vast komt te zitten. En ze zijn enthousiast over de veiligheidsmarkt die wij om de informatie die wordt gegeven hebben georganiseerd. Wat vindt u van deze inmiddels tweede bijeenkomst? Ik vind het zeer, zeer nuttig. We worden attent gemaakt op dingen die we nog niet weten. Waar je rekening mee kan houden, met name op hoe voorkom ik dat er insluipers naar huis komen, babbeltrucs. En daar, als je de vulzak buiten zet, waar je op kunt letten zover je dat kan. Ja, het is er niet om angst in te kweken eigenlijk, maar je kunt toch extra alert zijn op alles. Kunt u mij vertellen waarom ik lid zou moeten worden van Burgernet? Ik hoorde net van een heleboel mensen die hier waren. Die lopen zelf rond en die kijken dan rond. En als ze iets zien, dan bellen ze de politie. Maar dit is eigenlijk net een omgekeerd systeem. Want de politie die belt u. En dan kun je op dat moment veel gerichter naar iets uitkijken. Dus zonder dat je de hele tijd zelf zou moeten opletten. Ja, dat is natuurlijk ook wel prettig. Die meldingen gaan ook door. Maar dan ben je echt gericht even... Ja, alert gemaakt van, hey, er gebeurt iets, misschien zie ik iets en misschien kan ik aan bijdragen dat er iemand weer wordt teruggevonden of iemand wordt opgepakt. En nu het opgelost is, is dan dat gevoel verdwenen of zegt u nou nee? Nee, het blijft nog wel. Ja. Ja, want ik zie hier toch ook regelmatig jongeren lopen en dan denk ik van, nou, dat is niet pluis, die horen hier niet. Dus dat, ik heb er ook wel eens de politie voor gebeld. Dus... En hoe reageren die daarop? Die nemen dat gelukkig serieus en dan komen ze ook kijken. En die jongens die zijn natuurlijk dan 9 van de 10 keer al verdwenen. Maar goed, er is wel aandacht voor en dat is wel prettig. Is Overvecht zo'n bijzonder onveilige wijk? Nou, ik vind het niet. Ik draai nu een kleine 2 jaar. Die jongeren reageren steeds beter op ons. Ze snappen ook van, de straatcoaches die zijn er ook voor ons. De veiligheid voor de wijk en ze letten op onze broertjes en zusjes. Dat heb even een opstartperiode gehad. Nou, daar zijn we nu volledig voorbij, denk ik. Dus we blijven de komende 2 jaar blijven weer actief in de wijk. Is dit nu de laatste bijeenkomst of mogen we nog weer verwachten? Nee, ik denk dat we hiermee in ieder geval de bijeenkomst met betrekking tot het incident aan het Mexico-dreef afsluiten. Maar dat neemt niet weg dat wij bewoners wel oproepen om zelf ook alert te zijn met betrekking tot veiligheid. En daarom organiseren wij op 14 december, woensdagavond 14 december, in Cultuurhuis Stephanus een veiligheidsmarkt die toegankelijk is voor alle bewoners van Overvecht. En die krijgen daar ook nog een uitnodiging voor.